De volgende is 22, heeft zijn leven over een andere boeg gegooid en heet... Ramon. Ja? Jouw beste vriendinnetje is... Maaike. Maaike! Onze Maaike. Tweede geworden bij de vorige X-Factor. X-Factor Maaike. Ja, ze heeft me heel erg geïnspireerd om zelf ook te gaan zingen. Ik vond zingen altijd wel leuk, maar niet waar andere mensen bij waren. En toen dacht ik neem voor de grap zangles. En dat beviel eigenlijk zo goed. Maaike zegt ook, je moet ermee doorgaan. Ja. En toen heb ik voor de grap auditie gedaan voor de opleiding artiest, waar Maaike ook op zit. En toen werd ik aangenomen. Ik heb mijn vaste baan opgezegd voor een carrière in de muziek. Een carrière in de muziek. Het klinkt zo makkelijk. Maar talent is niet genoeg. Je moet het ook ontwikkelen. En dat doet hij. Hij staat er bij Ramon in de klas. Van de artiest. De opleiding artiest. Hij heeft zijn baan opgegeven en dat vind ik echt heel goed. Ik wil ook zelf in de artiestenwereld komen later, maar ik vind het echt goed dat hij dat doet. En dat hij gewoon zijn banen voor opgeeft, vind ik echt heel goed. No guts, no glory, zullen we maar zeggen. En daar weten deze mensen alles van. De jury van X-Factor weet als geen ander hoe zwaar het vak is. En als zij iets in je zien, is dat nog steeds geen garantie voor succes. Maar het begint allemaal hier. De eerste auditie overleven. Hallo, Ramon. Goedenavond. Ik zie staan zijn vaste baan opgegeven voor de X-Factor. Ben je helemaal belazerd? Niet voor X-Factor, maar ik heb een baan opgegeven voor een opleiding in de muziek. Oké, en nou, wat ga je zingen? Multiply van Jimmy Liddell. Nou, verras ons. Doe je best. Well, so it never used to be so hard, this hard. I just say no way to be stuck between my shadow and me. Put it where the sun don't shine. I'm gonna tell you that I'm doing fine. Oh, I'm so tired of repeating myself. Ongelooflijk saai. Grijp even in. Dat was zo waanzinnig braaf en zo uitdagingsloos. Weet je, ik vind het een te gek liedje, maar niet op deze manier. Vind ik echt geen bal aan. Oké. Ik heb nog een tweede nummer. Nee, absoluut geen tweede nummer. Nee, want weet je, nee, echt niet. Ik vind, het was en niet zuiver, het swingde echt niet. En dat ik denk, jeetje, heb je nou een baan opgegeven om een opleiding te doen voor, om wat te worden? Om wat te worden? En dan ben je 22... Om artiest te worden. Om artiest te worden, maar dan moet je nog heel, heel hard werken. Nou, want het was gewoon niet goed genoeg. Nou, ik zou dat geld voor die opleiding gewoon echt aan mezelf besteden. En gewoon heerlijk en iets anders doen, want dit gaat het niet worden. Okay. Dus dat moet je echt niet doen. Dat is een waste of time, verkeerde richtingkeuze. Nou ja, heel erg. Zorg dat je iets anders aanpakt wat gewoon meer bij jou past. Ramon, laat je me niet gek maken. Als muziek jouw droom is, blijf lekker muziek maken. Geef Maaike sowieso een kus. Ga ik zeker doen. Op basis van deze auditie tot nu toe zeg ik ook nee. Dankjewel. Hoi. Wat is er nou gebeurd, Ramon? Dit had je toch totaal niet verwacht? Ik was totaal niet zenuwachtig en ik kwam naar boven en het sloeg in. Maar ja, het is geen excuus. Je kan het. Oh, echt. Je kan het zo goed. Ja, en ik krijg ook zulke commentaren. Ik kan me voorstellen dat het natuurlijk wel eventjes een domper is. Want je was met zoveel zelfvertrouwen opgebouwd door de opleiding, door je vriendin Maaike, die toch ook weet wat zingen is. Op school weten ze hoe ik ook kan zingen. Ja. Vandaag ging het gewoon niet. Nee. Jammer dan. Ik ben niet voor niets toegelaten in de auditie. Precies. Op naar de volgende. Ja. Dankjewel voor je komst. Ja. Oké. Okay. Groetjes aan Maaike. Ja.